We staan hier voor 22 en daar wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwste Idem Dito-productie IDBV. 22 basisscholen hebben 62 leerlingen geleverd, die allemaal auditie hebben gedaan. En er wordt nu keihard gewerkt. Maar u kunt zich voorstellen dat er een enorme organisatie bij betrokken is. Al die mensen die het mogelijk maken dat deze 62 leerlingen straks schitteren op dat podium in het Agnietenhof. Zij gaan voor hun klasgenoten natuurlijk 5 keer een prachtige voorstelling spelen. Maar wie zijn die mensen nou die dit allemaal mogelijk maken? Daar gaan we vandaag naar kijken. Er is een familie, gezin, en ze komen, die computer wordt gehackt. Gehackt? Nee, behekst. En als ze dan iedereen op die computer wilt gaan om de geheime informatie te kijken, dan komen ze uiteindelijk in de game terecht. Wow! Ja, en in de game dan is de moeder. En de zoon, die gaan dan allemaal obstakels eigenlijk proberen te halen. Om uiteindelijk bij Ivo te komen. Dat Ivo? Ivo is zeg maar de slechterik van het verhaal. En dan gaan ze... Je moet eigenlijk niet alles gaan verklappen, nee, hè? Nee, mensen moeten gewoon komen kijken. Ja, eigenlijk wel. Ja. En wat is jouw rol? Ik ben de directeur van het bedrijf. Ik ben de vader. Ja, dat is mijn rol. Okay. En gaat het allemaal goed? Ja, het gaat wel allemaal goed. Wel nog een beetje zenuwachtig. Ja, nou zometeen het Agnietenhof, hè? Ja, maar ik vind het ook vooral spannend, want ik moet ook een solo. En ja, dat is wel een beetje eng. Maar dat gaat jou lukken? Ja, dat gaat me wel lukken, denk ik. Inge de Pijnder, natuurlijk ook weer bij Idem Dito. Ja, gelukkig wel. En deze keer hebben we eigenlijk een heel vers jong team voor Idem Dito. Het heet IDBV. En we hebben ontzettend de luxe dat Jan-Willem Linkhof de muziek heeft geschreven voor deze musical. Die staat hier naast me. Hey. Hoi. Echt heel bijzonder, want componeren voor een kindermusical is natuurlijk heel speciaal. Ja, want kinderen moeten het leuk vinden om te doen. En wij mogen er het hele jaar mee werken. En mijn team heeft zich volledig ingezet om het hier met Jan-Willem voor elkaar te krijgen. En? Ja, heel erg goed. Het is zo leuk geworden. Het is echt één groot feest. We zijn wel heel benieuwd, want het wordt voor het eerst een Jan-Willem Linkhof in de Agnietenhof. In plaats van John van Buren natuurlijk. Ja, dat is ooit natuurlijk de bedenker van dit hele verhaal. Hè? Ja, die heeft heel veel gecomponeerd voor Idem Dito altijd. Ja, dus het is voor ons heel leuk en spannend. Is het prettige muziek? Ja, we zijn een musical aan het doen. En vroeger zat John achter de piano. En later mocht ik met John zijn musicals meedoen door te spelen. En nou is hij hier nog in zijn geest aanwezig. Want Inge vroeg laatst aan mij, wil je keyboard of een vleugel? En toen hoorde ik John in mijn achterhoofd zeggen, doe maar een vleugel. Dus ja. Er komt een vleugel. En we zijn muziek aan het spelen van Jan-Willem Linkhof. Nou, er is mij ooit gevraagd, zou jij muziek kunnen schrijven voor een musical? En toen dacht ik aan John en zei ik, nee, dat kan ik nooit. En samen met een ander en zei ik, nee, dat kan ik ook niet. Ik wil wel spelen, maar dat kan ik niet doen. Jan-Willem springt erin en die schrijft muziek en we zijn er allemaal helemaal blij mee. Wat heerlijk om te horen. Het gaat echt leuk. Ja. Nu worden dus de puntjes op de i gezet. Ja. Hoe gaat het? Spannend, en maar vol vertrouwen. Die kinderen die laten wat zien op het podium, dat is ongelooflijk. Ik sta er elke keer versteld van. Hoe dat gaat en wat ze allemaal kunnen onthouden. Wij hebben onze noten, maar zij moeten alles uit het hoofd. Ja. Wederom natuurlijk betrokken bij Idem Dito. Voor de derde, vierde keer denk ik zo'n beetje. Ja.
Schitterend. Ja. En wat is jouw rol in het geheel? Mijn professie is dat ik drummer in het bandje ben en ik heb ook op mijn schouders de bandleiding. Dus in de praktijk, ja, een beetje bellen met de mensen, zorgen dat iedereen op tijd is en af en toe muzikale knopen doorhakken. En lukt dat? Dat lukt wel, want er zitten hele goede mensen om me heen te spelen. Dus ik hoef niet zoveel knopen door te hakken. Iedereen hakt voor zichzelf en het gaat allemaal goed. Ja, hartstikke mooi. Ja, Willem. Hi. Hoe is het? Ja, heel goed. Ja. Kun jij mij vertellen wat jouw betrokkenheid hierbij is? Ja, ik heb de muziek mogen schrijven voor Redem Dito. Erg leuk om te doen en heel mooi om te zien hoe alles nou tot zo'n geheel komt. Zeker zoals vandaag ook weer natuurlijk. Ja. Heb je daar ervaring mee met dit soort grote projecten? Eigenlijk bij toeval ingerold via de RSG Lingencollege heb ik bij een vorige musical mogen schrijven. En daar heeft Inge ook aan meegewerkt. En vandaar dat ze ook wist dat ik dat deed eigenlijk. Dus vandaar dat ik hier weer ben eigenlijk. En hoe is het om dat nu allemaal te zien? Alles bij elkaar? Superleuk. Ja, supermooi. Supermooi om het nu alweer te zien hoe het iedere keer weer groeit. Het zijn toch dingen die je thuis verzint. En hoe het dan samenkomt met de dans, met de muziek, met de teksten erbij en met de kinderen die het allemaal spelen. Dat is natuurlijk ja, geweldig. En dat is ook mooi, denk ik, aan de musical. Dat het een heel complex gebeuren is van al die schakels die dan zo belangrijk zijn. En dat allemaal, als je de juiste mensen gevonden hebt, dan maakt het dat ook een succes eigenlijk. Oké. Concentreer je even op wat je gaat doen, want we gaan nu de doorloop doen. Wij gaan niks meer zeggen en we gaan ervan uit dat jullie het weten, maar ook dat jullie het opvangen. Dus het moet uit jullie komen. Ergens moet je energie vinden om aan ons te laten zien dat je het snapt en dat je het leuk vindt om te doen. Ik zit naast Claudia Penders, de choreografe van deze productie. Ja, dat is ook precies wat ik gedaan heb. Ik zorg er eigenlijk voor dat de musical beweegt. Dat alles wat op liedjes is, heb ik gemaakt. Bedacht. Nou, we hebben natuurlijk net een soort van doorloop gezien. Ja. Het ziet er fantastisch bewegelijk uit. Dat komt allemaal uit jouw brein dus. Nou ja, niet allemaal. Het is een samenwerking. Minke en ik appen nachtenlang door om te zorgen dat het allemaal goed komt. En natuurlijk hebben we hele grote steun aan Inge, die ook met alles meedenkt. Inge de Pijner is onze artistieke leider. Dus dat is fijn om altijd iets te hebben waar je op terug kan vallen. Omdat er zoveel gebeurt. Het is zo'n grote productie dat je als maker eigenlijk nooit het overzicht helemaal kan bewaren. Dus dan is het fijn om een overkoepelend orgaan te hebben. Zeker. Nou, 62 kinderen in beweging gekregen. Ja. Ben je blij? Nou, ik denk dat ik vrijdagavond na de laatste voorstelling heel blij ben. Nu is het nog allemaal gespannen, maar ik heb er wel zin in ieder geval. En het kan nog veel beter en dat gaan we proberen nog voor elkaar te krijgen volgende week. Dat lukt jou. Nou, dankjewel. Er zit absoluut talent tussen. Ik vind het allerleukste dat er ook echt talent tussen zit. Waarvan ik het misschien van tevoren niet eens zo had verwacht. Dus juist een beetje verlegen kinderen die ineens uitblinken in spel. En echt heel erg vol enthousiasme staan te spelen. Dus er zit heel veel talent tussen. Ja. Moet er nog een hoop gebeuren? Want het is natuurlijk nu de vooravond van. Er kan altijd nog heel veel gebeuren. Ik vind wel dat het al heel goed is. En natuurlijk zien wij nog genoeg dingen. Dat ik denk, daar zou ik nog heel graag aan willen schaven. Of wat dan ook. Misschien gaat dat nog lukken. Misschien gebeurt dat tijdens de voorstellingen dat het steeds beter gaat. Maar ik heb er wel alle vertrouwen in. Janine Waardenburg, zangrepetitor bij Idem Dito. Vertel, hoe gaat het hier? Ja, het gaat eigenlijk heel goed. De kinderen hebben heel hard gewerkt de afgelopen maanden. En ze maken echt ontzettende vooruitgang. Dus ik ben eigenlijk een hele trotse juf. Ja. Is dit voor het eerst dat jij dat doet bij Idem Dito? Ja, Suzanne Velmer heeft het altijd gedaan. Ik heb het dit jaar voor het eerst overgenomen. Dus het is voor mij ook heel spannend. Maar die kinderen die maak je zo blij. En de muziek is prachtig die we mogen zingen. Dus het is een feestje. Ja. En past dit bij jou? Is dit iets wat jij graag vaker wil doen? Graag. Ja, ik vind het ontzettend leuk om met ze te werken. Ja. En hoe is het niveau van de groep?
niveau vind ik eigenlijk verrassend goed. Ik wist natuurlijk niet zo goed wat ik kon verwachten. En we hebben het echt mooi opgebouwd. En de kinderen kunnen nu zelfs al driestemmig zingen. Dus dat is hartstikke goed. Ja. Nu alleen nog de laatste dingetjes schoonmaken. De laatste dingetjes zijn nu bezig. Dus vooral is het nu aan de dansdocenten Claudia en aan Minke, de regisseuse, samen met Inge. En dan maken we de laatste dingetjes af en dan kunnen we het theater in volgende week. Saja, ook jij bent betrokken bij dat professionele team om idem dito op de planken te zetten. Wat is jouw rol hierin? Klopt, ik ben de productieleider van idem dito. En wat doet een productieleider? Die regelt eigenlijk alles wat inhoudelijk niet met de musical te maken heeft. Dus ik zorg dat de roosters voor de kinderen er zijn, al het papierwerk, programmaboekjes voor de voorstelling. Ik zorg dat de 700 kinderen die naar de voorstelling komen op hun plek komen te zitten, dat de scholen geïnformeerd worden, eigenlijk dus een beetje de spin in het web naar alle betrokken partijen toe. Ja. En gaat het allemaal goed? Het gaat hartstikke goed. Ja, nog 1 week, dus het is allemaal, komt er nu op aan. Het wordt super spannend, maar het gaat helemaal goed komen. De scholen komen, de galavoorstelling, de verkoop loopt lekker. Dus we krijgen echt een superleuke week. U ziet het, zoveel mensen betrokken bij deze enorme productie. Het gaat helemaal goed komen, ze zijn er allemaal klaar voor. De laatste puntjes worden op de i gezet en vanaf volgende week gaan ze schitteren in het Agnietenhof.